Dan mogen jullie nu een keer klappen om beide camera's te synchroniseren. Kapi, een woord dat bij jullie beiden past. Maar wat is het belang van een kapitein binnen een groep? Goh, ten eerste wil ik zeggen dat ik natuurlijk heel trots ben om toen de coach mij kapitein maakte in het begin van het seizoen. Maar ik vond hem ook wel een beetje vervelend. Waarom? Omdat ik hier net aankwam en natuurlijk Faris en Richie zo natuurlijk legendes hier. Maar ik denk dat we dat heel goed hebben opgelost, denk ik. Dat ieder op zijn manier zijn verantwoordelijkheid neemt. Want ik hou het totaal niet van, oh, ik ben kapitein, dus nu moet ik anders gaan doen. Nu moet ik nog meer laten zien dat ik... Zo gebeurt dat bij ons eigenlijk helemaal niet. Ja. Dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf. En ik denk dat dat bij ons wel een hele perfecte mix is. Zeker, ik ben ook niet altijd op het veld, dus ik denk, kapitein is maar een band. Maar ik denk voor mij, wetende ook dat ik ging niet zoveel spelen, ik denk dat ook Antwerp in de goede handen zijn nu met Toby. Hij heeft dat ook goed overgenomen en ik blijf gewoon mijn ding doen en het gaat echt zeer goed. Met Toby, met Richie, met Vincent, ook de kapiteins die de ploeg helpen. Dus op dat vlak is het wel... Top zeg! Hoe proberen jullie die rol in te vullen? Ik denk, het is moeilijk te zeggen, omdat het eigenlijk is natuurlijk. Het is niet dat je kan forceren, denk ik. Niet van mij toch, denk ik van u ook. Het is niet dat je forceert, het is voor ons een dagelijks leven. We zijn zo. Is het op het veld? Is het naast het veld? Met de ervaring die we hebben, ik denk, we nemen dat mee. Met de jonge gasten, met iedereen. En nu is dat, denk ik, natuurlijk gebeurd. Ja, zoals ik al net zei, als je dat toch geforceerd wilt laten zien, dan heeft dat net een averechts effect, denk ik. Dus, nee, ik probeer dat op de juiste manier te doen. En ook iedereen die iets wilt zeggen, dat hij vrij is en voelt van ik kan iets zeggen, ik kan een bijdrage doen. Dus dat gebeurt inderdaad op een natuurlijke manier. Jullie hebben beide tatoeages. Zit achter elke tattoo een betekenis? Bij mij wel. Bij mij heeft het meeste, of eigenlijk alles wel een betekenis. Dus, ja, ik vond dat persoonlijk belangrijk. Sommigen doen dat omdat ze het mooi vinden, maar bij mij wel. Je hebt nog veel om uit te leggen, toch? Ik kan geen kleine modeshow geven, nee, maar inderdaad, dat is vooral een beetje... natuurlijk, iedereen kent de kathedraal, dat is natuurlijk het hoogtepunt. Eén, mijn thuisstaat. En tweede, ik ben daar getrouwd, mijn kindjes zijn daar gedoopt. Dus dat is, en dat is ook een symbool, vind ik, van de stad. De mooiste kathedraal ter wereld. Gewoon dat we trots mogen zijn op de stad dat we hebben, op de mensen dat we hebben, de cultuur dat we hebben. En dat mag ook uitgesproken worden zonder daar arrogant over te doen. Maar ik mocht wel trots zijn en dat iedereen, zeker in deze multiculturele wereld, ook wel trots mag zijn op van waar hij vandaan komt. En dat was voor mij het meest belangrijke. En natuurlijk helpt het nu wel dat ik ook bij Antwerp speel. En ja, eigenlijk is het daarin een sprookje, denk ik. Ja, dat is wel dat is een gelukte tattoo, ja. Nee, maar er is nog plek voor meer, dus wie weet. We hebben datums, die kunnen nog datums, inderdaad, maar die jinx eerst, ja. Eerst de dingen halen en dan zullen we zien. Ja, voor mij ook. Mijn tattoos hebben ook een betekenis. Het is een gedicht van mijn grootmoeder, een poem, een gedicht van mijn grootmoeder. Die heeft dat voor mij geschreven. En ik heb dat op mijn rib laten tatoeëren. Zeer pijnlijk. Ik ging dat nooit meer doen. Altijd in mijn hart, maar ik ga niet op mijn lichaam tatoeëren. Dit is een rib misschien. Dit is die laatste tattoo. Ben ik gestopt. Oké. Okay. De dag dat Antwerp kampioen speelde en promoveerde in de eerste klasse, gebeurde er nog iets anders. Weet je wat? Wat gebeurde er? Zal ik een tip geven? Ja, dat de stad rood-wit werd, kun je niet. Dat ook. Het heeft te maken met de persoon naast u. Oké, moet ik goed nadenken. Kleine geboren of zo? Ja. Ja, echt? Oké. Dat is wel leuk, ja. De dag zelf, of wat? Ja, dag zelf. Ja? Ik heb geboorte gemist. Voor die finale. Antwerp boven zit, ja. Met de toestemming van mijn vrouw, wil ik zeggen. Dus ja.
Oké. Ah, het was een terugwedstrijd. Ik kwam terug na 12 jaar in of 12 jaar in tweede klasse. 13. Ja, 12 uur in. En ik moest wel iets een opoffering doen, maar het is wel waard geweest, want kindje is goed en hij is een kampioen. Voilà, top. Wat betekent Antwerpen nu exact voor jullie? Ja, ik ben in Brussel opgegroeid en ben al heel mijn jeugd daar ook gespeeld. En ik had niet echt een band met Antwerpen wanneer ik ben gekomen. Maar van dag één is het direct geklikt. En zelf met mijn passé in de andere ploeg is het me nooit verwijten. En dag één is het direct geklikt met de supporters. Ik ben echt onthaald zoals iemand van hier. En sindsdien ben ik gegroeid en kapitein. En, twee prijzen mee gewonnen en dus nu, ik heb mijn huis hier gekocht en ja, Antwerpen maakt deel nu van mijn leven en dus... Dus eigenlijk kan ik wel zeggen, Brussel, Antwerpen. Nee, ja, ik wil geen probleem. We lezen maar... een beetje tussen de lijntjes en dat komt zo aan. Ah, ja. Brussel heeft een mooie... Ik snap dat wordt gewoon... je mag eerlijk diplomatie. Zijn. Diplomatie. We zijn hier onze vrienden, gewoon. Voor zeggen, diplomatie, mijn vrouw en zo, we voelen elkaar wel goed hier in Antwerpen. Dus... we laten onze kinderen hier wel opgroeien en zo. Ik heb nog wel familie in Brussel en zo, maar ja. Voilà, duidelijk. Diplomatieke antwoord. Nu de kathedraal opnieuw open is, plannen jullie binnenkort een bezoek met de ploeg? Ja, dat kan. We hebben eerlijk niet zo direct aan gedacht. We dachten meer aan karting en laser zo die dingen. Maar is waar, misschien kunnen we een keer... ik denk persoonlijk dat wel een goed idee is om, al die trappen om een beetje toerist in eigen stad te zijn. En zeker met, met spelers die niet vandaan komen, om een kleine kennismaking met de stad te doen. En dat wel misschien iets speciaals gaan eten daar. En, voilà. Inderdaad. Dat is een goed idee. U dat geschreven is, we gaan dat meenemen. Inderdaad. Top. Toby, moet voor Vincent schrik krijgen dat je zijn doelpunten totaal zal inhalen? Nee, daar moet ik nog heel veel oppassen op. Wie weet. Nee. Ik denk, ben wel blij mijn persoonlijk record neer te zetten dit seizoen. Maar het seizoen is nog niet voorbij. Dus, en wie wordt de nieuwe penaltynemer? Ik ben blij dat die vraag wordt gesteld. Dat is mijn persoonlijke vraag. Dat is mijn persoonlijke vraag. Nee, Vince zal altijd nummer 1 zijn. Maar als hij zich niet echt goed voelt of zo, dan mag ik die altijd aan mij geven. Nee, ik denk ik moet respect hebben dat Vince de penaltynemer nummer 1 is. En dat blijft ook zo. Dus, maar als hij er niet is, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. Goeie vraag, Felice. Je toont veel engagement in de sociale projecten van RAFC. Hoe belangrijk vind je dat? Ja, ik vind dat zeer belangrijk. Ik ben opgegroeid ook in multiculturele omstandigheden waar alle sociale achtergronden in kwamen. Mijn vader is daar met heel zijn leven mee omgegaan en mee ingewerkt. Dus voor mij is het iets wat natuurlijk om te helpen en geëngageerd te zijn. Ik denk, want we hebben een voorbeeldfunctie. We hebben ook een platform waar we wanneer iets zeggen of wanneer we iets steunen, meer kracht aan geven. Dus ik denk dat als voetballer is dat ook zeer belangrijk. En ik ben ook blij dat nu bij Antwerpen ook meer ook focus leggen aan de community. En zoals vandaag denk ik, sommige spelers gaan met de G-ploeg even gaan spelen en zo. Dus ja. Ik vind dat een zeer goede initiatieven. Ja, eigenlijk wat Farid zegt is klopt 100%. Ik denk dat het heel belangrijk is als club zijnde en als spelers zijnde om ook de sociale projecten en de problemen waar we kunnen helpen, dat we dat ook niet nalaten. En ik denk dat Antwerp zijnde daar enorm ver in staat. En, dus daar ben ik heel blij om daar een stukje deel van te maken. Als jullie beide Don Antwerp in 3 woorden moeten omschrijven, welke zijn dat dan? Ik denk 1, passie.
een liefde voor de club, zal ik zeggen. Dan moet ik iets meer uitleg doen, want gewoon als het ook slecht ging, waren die er ook allemaal. Hè? Dus dat bedoel ik echt met liefde voor de club. Passie, liefde en historie. Ja, ik denk, die drie woorden gebruik denk ik dat ook Antwerpen, de DNA een beetje van Antwerpen. En dat is ook een zin dat ook veel gebruikt wordt, is they hate us, but we don't care. Dat is echt, dat is Antwerpen. Dus ja. Soms zijn we eens een vraag, jongens. Zeg je iets? De kapitein is echt... Ah, dat is serieus. De fan is weg. Maar die andere. Ah, Faris. Toby is een enorme fan van Lord of the Rings. Wat vind je van die films? Zeg niet dat je die niet gezien hebt. Nee, nee. Ik ben echt een... geen enkel film dat ik heb niet gezien. Zoveel vrije tijd had ik vroeger. Nee, ja, is wel een... Is een trilogie of... Ja. Ja, trilogie, ja. Ja, top, hè. Dat zijn films die, denk ik, zoals Harry Potter, en die films die je moet... Ik denk, iedereen heeft gezien en je kan die 2-3 keer terugzien. Dus ja. 2-3 keer is... Twee, drie keer is... Amai. Nee, ik heb die echt al veel teruggezien. Echt waanzinnig. Maar ja, niet helemaal. Ik zeg het, ik vind het mega goed. Ja, ik vind het echt ongekend goed. Ook gewoon het hele idee erachter dat één persoon een hele, een beetje vergelijkbaar met Harry Potter ook, echt een hele wereld creëert, een eigen taal creëert, een eigen, zelfs een geschiedenis in een, dat is ongekend. Dus ja, ik heb mij iets in verdiept, zal ik zeggen. De maker, die heeft dan de Wereldoorlog 1 meegemaakt en in de loopgraven, daar heeft hij eigenlijk het idee gestart waarvan zijn boeken komen. En ik hoop dat een beetje klopt, dat mensen mij nu niet in de comments mij volledig afmaken dat dat niet klopt. Maar dat is een beetje het idee. Ik denk dat het wel klopt. Dus ja, dat sprak mij enorm aan. Dus, wat is jullie favoriete supporterslied? Dat moet je aan Richie vragen. Die kan niet van Nee, ik vind dat grappig, zo Antwerp marginaal. Omdat het eigenlijk werd eerst tegen ons gezongen en die gebruikten dat zelf. Gewoon als, ja, ik vind de Antwerpse humor die ze ook gebruiken. Dus het is vaak door humor ook. Dat is dan niet één liedje, maar dat wordt dan gebruikt. En dan, dus dat typeert wel, denk ik, het Antwerpse publiek. Ja. Dus dat vind ik wel een goeie. Wat vinden jullie van de sfeeracties op de Bosuil? Ja, ik denk, er zijn sommige wedstrijden met die tyfo's, die zijn echt mooi. Of ook, ik denk dat het was tegen Union, gevoelde sommige, meer de wedstrijd die het belangrijk was, je ziet dat het publiek, je ziet dat sfeer dat ze vormden wanneer we moesten die goal inhalen en zo. Allee, dat heb je alleen hier. Ja, ja. En nu ook zijn ze bezig met een fameuze tyfo voor de beker van België. En dus een inzamelactie. Ik hoop dat iedereen gaat zijn bijdrage doen. Ik denk, want wij als spelersgroep gaan ook die bijdrage leveren, zodat iedereen dat ze alle middelen hebben om het fantastisch te maken. Hoe is het idee tot stand gekomen om zelf ook als spelersgroep een bijdrage te leveren? Hij is natuurlijk, want we hebben dat gezien ook op de media's en zo. En hij kwam zelf, want we hebben ook boetesystemen en zo, en we waren aan het denken wat we gingen mee doen. En met de kapitein hebben we gezegd, misschien was het een goed idee om... om te zeggen, we hebben een leuk boetesysteem, dat is niet van te laat of... We proberen een beetje ludiek aan te pakken. En we hadden nu gewoon gedacht van, kijk, laten we het volgende gewoon een bijdrage doen als spelersgroep richting de fans, om te laten zien van, kijk, laten we samen alles kapot in dag. Voilà. Je mag twee halen. Ik was in vorm, hè. Moeten ze allemaal doen? Dat is een pak, hè. Hoe was het om samen op de befaamde Kringcup te spelen? Ja, dat was de eerste keer dat we elkaar hebben gezien, hè. Ja, inderdaad. Was dat je eerste match? Nee, ik was al... Je wordt al een tijdje voilà. Ja, voor mij was dat speciaal, maar op dat moment zit je eerder met je eigen bezig dan met andere speels, omdat dat je debuut is. En, maar ja, dat was inderdaad onze eerste kennismaking. Ja. En hoe was dat, eerste kennismaking? Ja, goed, maar ik was een totaal andere persoon dan ik nu ben natuurlijk. Ik was heel timide, denk ik. Heel in mezelf. Ja, dat is ook normaal. Ik heb heel veel respect voor die, voor die,
voor die jongens die er al een tijd zijn. Dus dan, ja, ik was een beetje op mezelf, maar dat is gewoon hoe ik toen, toen was. Ja, het was, ik sta alleen op de foto's, ik herinner me dat van wie daar was en zo. Maar ja, het was een speciaal toernooi, want veel hadden afgezegd ook. En voor sommigen waren ook hun nieuwe, hun eerste selectie. En het was met Verkoteren, weet ik nog. En het was alles was raar, maar normaal gezien komt er één of twee nieuwe spelers bij. Maar voor jullie was het ineens, komt er waarschijnlijk 10 nieuwe mensen aan. Dus, het was speciaal, het was 2 wedstrijden op korte tijd en zo. Ja. Na het seizoen, weer reizen Japan. Dus, ja. Maar ja, het was wel een goede herinnering. Faris, Bali vertelde hier dat je Peter bent van het project Bali. Maar kan je jouw rol zelf nog eens toelichten? Nee, is gewoon, ik ben altijd bezig met die jonge gasten en ik lach met hun. Ik zeg dat ze zijn mijn kleintjes en zo. En dat ze zijn mijn academie. En omdat ik mijn academie moet goed rennen, heb ik een hoofd van de academie gezet die eigenlijk de oudste van de jonge gasten is. En dat is Bali. En ik lach goed met die jonge gasten. Dus het is meer lachen, maar ook wel soms tips geven voor hun of hun helpen met de ervaring die we hebben. Of, we hebben al veel meegemaakt hoe we omgaan met de omstandigheden van spelen. Misschien niet spelen, goede wedstrijd, slechte wedstrijd. En ik denk bij die jonge gasten is dat gewoon op een leuke en plezante manier komen zeggen dan serieus iemand apart nemen en zo. Dus ja. Wat is jullie slechtste gewoonte? Slechtste gewoonte. Hier op voetbal of? Of als persoon, maakt niet uit. Dat bij mij ligt er langs twee kanten is iets niet kunnen loslaten. Dus ik neem altijd op, als wij niet winnen of kan ik dat ook niet omschakelen thuis. Dat gaat niet beter dan we, ik denk misschien hetzelfde, dat we kinderen hebben. Dan lukt dat wel een beetje, maar je kunt dat ook zien als een goede eigenschap, maar soms zie je het ook als een slechte eigenschap. Dus je zegt 24/7 met dit bezig. En soms ben ik fysiek thuis aanwezig, maar mentaal niet. Ja, dus, ja, ik denk dat is dat wat echt zo is, denk ik, als speler. Dat kinderen hebben heeft wel geholpen om dan minder te zijn, maar je moet wel even switchen omdat die komen, die kindjes en zo. Ja. Maar wel is het wel soms moeilijk, ook wel gekwetst en zo. Voetbal is zo in je wereld dat je dat ook, al wat hier gebeurt, neem je dat dikwijls ook thuis. En je moet dat wel soms kunnen loslaten. En wat slechte gewoontes, zoals iedereen. Iedereen denk ik, heeft slechte gewoontes buiten het voetbal, maar ik ga ze nu niet helemaal uitleggen. Dan moet je aan mijn vrouw vragen die gewoontes die ik thuis heb. Maar ja. Oké. Wat staat er nog op jullie bucketlist? Even kunnen ook weggaan, de vakantie, maar ver even landen dat je nu gaat denken om te kunnen visiteren met voetbal en zo, dat je geen tijd hebt en zo. Brazilië, misschien naar Hongkong of zo, die dingen. Dat zijn wel dingen die ik op mijn. Of een wedstrijd, zo Boca Junior tegen een derby, zo, iets zo. Misschien dat staat mij wel op mijn bucketlist. Ja, ik ben eigenlijk wel gelukkig voor het rest of zo. Binnenkort is mijn huis af, dus dat is, dat kan ik al af. De droom is waargemaakt. Dus hier terug thuis komen spelen. Dus. Ja, ik zeg mijn huis dan binnenkort, dat klaar is. Dat wordt wel heel leuk. En dan op mijn bucket is gewoon genieten van het leven. Op voor mijn kinderen, van hier te zijn. En ik heb niet echt zo hele speciale dingen of zo voor mij. Gewoon spontaniteit. De allerlaatste vraag, dat moet toch de beste zijn, hè? Come on. Ja, goed. Goed einde. Zijn jullie kinderen ook al fan van de heilige grond en nemen jullie ze vaak mee? Dat was wel, dat was een mooi moment natuurlijk, laatste zondag. Ik vond me even vervelend dat wij gewonnen hadden en ik ging naar mijn kinderen en ik wou eigenlijk zo'n beetje achteraan de rest, maar iedereen bleef zo staan. Dus ja, dat was precies dat ik dat moment zelf pakte. Maar nee, en het heel leuke was dat mijn beide kinderen ook zelf ook leuk vinden. Want soms kan het zijn dat er te veel mensen zijn of als ze een beetje onder de indruk zijn van de omstandigheden, dat ze wat wegkruipen. Maar ze vonden het fantastisch om daar te staan. En dan ook met het publiek en ze reageerden er ook op. Dus eigenlijk, dat zijn momenten
Dat kun je gewoon niet uitleggen. Dat kun je niet. Hoe gelukkig dat, en zo trots als vader zijnde, hoe je dan bent, dat je kinderen kunt laten zien aan iedereen. En ja, en dat hun er ook van genieten, dat heb je eigenlijk gewoon geen woorden voor. Ja, voor mij hetzelfde. Ik probeer zo ook wanneer hij kan laten komen, wedstrijden zien en zo. Dus, en zeker nu dat ze op een leeftijd waar ze begrijpen wat hun vader doet en de stadiums en zo. Dus voor hun maakt het nog, denk ik, nog meer een wow-effect. En als vader wil je ze gewoon blij maken. En wanneer ze blij zijn en glimlach hebben, dat is voornaamste voor ons. Dus, dat is het enige wat ik nog. Ik weet niet of ze het nog gaan herinneren. Binnen, de oudste is 4, de jongste 3. Ik weet niet dat ze het nog gaan herinneren, maar er zijn genoeg foto's gemaakt en filmpjes die ze zullen ook kunnen nagenieten. En wie weet, ooit, toekomst verzekerd hier. Zeker. Ja. Waarom niet? Ja, het zou, ze mogen gewoon niet voor een andere ploeg spelen. Heel simpel. Ja. Top. Kut.